Hallo, ik ben Edwin en we gaan kijken naar hoofdstuk 2 uit het boek Netwerkbeheer met Windows Server 2019 van Jan Spets. In hoofdstuk 2 van Netwerkbeheer met Windows Server 2016 gaan we de server, die nu een standalone server is, promoveren tot Domain Controller. Om dit te kunnen doen, dient het hoofdstuk 1 volledig afgerond te zijn en dienen de werkbladen van hoofdstuk 1 volledig te zijn ingevuld en ingeleverd. In hoofdstuk 1 hebben we de server geïnstalleerd, voorzien van twee netwerkkaarten en gekoppeld aan het Polyforma netwerk en het internet. Ook hebben we in hoofdstuk 1 gekeken naar gebruikers en groepen in de Security Accounts Manager, ook wel SAM genoemd, oftewel SAM. We hebben de server de naam PFSV01 gegeven en aan de werkgroep PF Werkgroep gekoppeld. Je hebt de vorderingen genoteerd in je werkblad en deze heb je ingeleverd voor hoofdstuk 1. Voordat je nu aan de slag gaat, is het verstandig om een snapshot te maken in je VMware. Klik hiervoor op het klokje met het plusje en geef de snapshot de naam Standalone Server, hoofdstuk 1. Zorg ervoor dat jouw server is afgesloten op het moment dat je de snapshot maakt. Mocht er nu bij de installatie van de ADDS zoiets misgaan, dan kun je zo gemakkelijk terug naar dit punt. Zonder dat je dus helemaal opnieuw hoeft te beginnen. Zie het als een soort van save game. Na het maken van de snapshot gaan we de server weer starten. Zodra deze gestart is, gaan we nu naar het echte werk. We gaan de server zo configureren dat deze een serieuze netwerkbeheerder wordt. We beginnen met het installeren en het configureren van de Active Directory Domain Services, afgekort met ADDS. Daarna gaan we de server promoveren naar Domaincontroller. Belangrijk bij deze theorie zijn de pagina's 63 en de pagina's 74 tot en met 79. Wees er zeker van dat je de daargenoemde termen allemaal beheerst. We gaan nu eerst beginnen met het installeren van de ADDS op server PFSV01. Dat betekent dus dat deze gestart moet zijn en ingelogd moet zijn als Administrator en de Server Manager openstaat. Als je zover bent, dan kunnen we beginnen. Klik op Add Roles and Features en je ziet het venster Before you begin. Lees dit door en zet daarna een vinkje bij Skip this page by default zodat je niet bij elke toevoeging aan de server op deze pagina getrakteerd wordt. Met een klik op Next komen we bij Select Installation Type. In dit venster kiezen we voor de bovenste optie: Role-based or Feature-based installation. En we gaan door met Next. In het venster Select Destination Server kiezen we onze eigen server. Dat kan ook niet anders, want we hebben er nog maar één. Logischerwijs staat die dus ook al voor je geselecteerd. Als we weer op Next geklikt hebben, kunnen we eindelijk selecteren wat we willen installeren. Je ziet een hele lijst van mogelijke functies voor je server, waarvan de Active Directory Domain Services er eentje is. Hier zetten we dus een vinkje voor. Zodra je dat gedaan hebt, worden we geconfronteerd met een nieuw venster dat aangeeft dat er nog een heleboel andere rollen mee geïnstalleerd worden. Deze zijn nodig om de ADDS goed te kunnen laten functioneren en deze goed te kunnen bedienen. Check voor de zekerheid of het vinkje bij Include Management Tools, if applicable, wel aanstaat. Zo niet, even aanzetten. Klik op Add Features en je gaat terug naar het vorige scherm. Je kunt dan nog wat meer rollen installeren, maar dat bewaren we nu nog even voor later. Haal in ieder geval geen vinkjes weg, want die heeft de wizard nu geplaatst. Klik weer op Next. En je komt in het scherm Select Features. Ook hier is de mogelijkheid om allerlei extra features te installeren. Dat doen we nu nog even niet. Daar komen we later op terug. Nu kiezen we dus voor Next in dit venster. Je ziet nu een scherm met allerlei informatie over de ADDS. Van deze informatie is voor nu vooral de tweede van belang. Want hier staat dat er voor het correct functioneren van de ADDS ook een DNS-server nodig is. Waarom nam de wisser die extra rollen installeert deze dan niet mee? Nou, vaak is er al een DNS-server aanwezig in een netwerk. Wij hebben er wel een op onze internetverbinding, maar die geldt niet voor het interne netwerk. Dus die zullen we nog moeten installeren. Dat komt zo aan bod. Als we eerst weer op next geklikt hebben. Krijgen we een overzicht te zien van wat we nu gaan installeren? Laat het vinkje weg bij Restart the Destination Server Automatically if Required en klik op Install rechtsonder. Sluit het venster niet. Wacht tot de installatie gereed is. Als dat zo is, dan komt er automatisch een advies om de server te promoten naar Domain Controller. Klik daarvoor op Promote this server to a Domain Controller. Mocht je toch per ongeluk het venster gesloten hebben, kijk dan even bovenaan bij het vlaggetje in de Server Manager. Daar kun je alsnog op Promote this server to a domain controller klikken. Nu gaan we de domain controller, ook wel DC genoemd, configureren. We hebben nog geen andere DC, dus wordt dit de eerste in een nieuw forest. In het venster Deployment Configuration kiezen we dus voor Add a new forest. Een nieuw domein moet uiteraard ook een naam hebben, dus vullen we bij root polyforma.local in. We klikken op Next en de installer controleert of de naam niet toevallig al bestaat. Als dat gereed is, dan krijgen we het venster Domaincontrole options voorgeschoteld. Hier bepalen we het functioneel niveau van de DC. Je zou hier de optie Server 2019 verwachten. Hier staat echter Server 2016. Dat komt omdat de Active Directory van 2019 nauwelijks een upgrade is geweest van die van 2016, dus het functioneel niveau is volgens Microsoft hetzelfde gebleven. Vandaar dat we kiezen voor Windows Server 2016. Dit staat in het boek overigens fout vermeld. Als je op de functional level optie klikt, dan zie je oudere versies van Windows Server staan. Dit is gedaan om te zorgen dat je mogelijkheid hebt dat alle servers binnen een domein op hetzelfde niveau met elkaar communiceren. Het oudst mogelijke functional level binnen een Windows Server 2019 domein is 2008. Eventueel oudere servers dienen te worden opgewaardeerd. Server 2008 R2 was de eerste versie waarvan alleen een 64-bits variant bestond. Aangezien we niet met oudere versies gaan werken, mogen deze twee gewoon op Windows Server 2016 blijven staan we hadden eerder al gezien dat DNS een vereiste is binnen het domein. En die kunnen we hier aanzetten. Zorg er dus voor dat er een vinkje staat bij Domain Name System. Dus een haakjes DNS server. Daaronder staat Global Catalog met tussen haakjes GC. De ADDS is een database met daarin alles wat met je netwerk te maken heeft. Je DC, maar ook aangesloten pc's, gebruikers, software, netwerkgegevens, noem maar op. Alles staat erin. Zo'n database kan uiteraard heel erg groeien. Elke server houdt daar voor zichzelf bij, maar er is ook een database die alles overkoepelt. Dat is de Global Catalog. De eerste server heeft sowieso een Global Catalog. En die is daarom ook alvast aangevinkt. Andere servers kunnen deze kopiëren en ook gebruiken. Deze worden met elkaar gesynchroniseerd. Daar komen we later in het boek op terug. Daaronder vind je ook nog Read Only Domain Controller, oftewel de RODC, maar deze kan alleen maar gebruikt worden als er al meerdere servers gebruikt worden. Omdat dit je eerste server is, is deze optie grayed out. Nu moeten we nog een domeinpassword invoeren. Ook hiervoor gebruiken we ons wachtwoord Server2019 met een hoofdletter. Voer deze twee keer in en klik op Next. Nu krijg je de melding dat het domein polyforma.nl niet bereikt kan worden. Dat is ook niet zo vreemd, want deze zijn we nog aan het instellen. En er is geen DNS-server. Dus deze foutmelding mag je nog even negeren, want die DNS-server moeten we nog eventjes gaan regelen. Klik de melding weg en klik op Next. In het scherm Additional Options moeten we de NetBios-naam aangeven. NetBios wordt eigenlijk niet meer gebruikt, maar soms vraagt oudere software er nog om, dus daarom wordt de NetBios-naam nog altijd wel aangemaakt in een serveromgeving. De installer stelt voor de netbios-naam Polyforma aan te houden, en dat is prima. Dus kiezen we weer voor Next. Nu kom je op de pagina waar je kunt bepalen waar je de database, logfiles en systeembestanden die voor elk netwerkgebruiker toegankelijk zijn, worden opgeslagen. In dit geval gaan we akkoord met deze locaties en klikken op Next. We zijn er nu bijna. We krijgen nog even een overzicht van de werkzaamheden die de server voor ons gaat verrichten, en we zien dat bij de installatie van de Active Directory ook DNS zal worden geïnstalleerd. We zien ook dat er functional levels op Windows Server 2016 staan en een NetBio's naam wordt aangemaakt en meer van dit soort dingen. Ben je het hier allemaal mee eens? Dan kun je klikken op Next. Er wordt nu van alles gecheckt en er volgen gegarandeerd een aantal waarschuwingen. Neem die ter kennisgeving aan. Wat belangrijker is, is dat de prerequisites check voltooid is. Dat zie je in de bovenste balk en dat wordt vooraf gegaan door een vinkje. Als dat klopt, kun je op install klikken en zal de ADDS en bijbehorende rollen geïnstalleerd worden. De server zal daarna automatisch opnieuw opstarten. Als je nu denkt: "Wat duurt het lang voordat ik weer in kan loggen?" Dat kan kloppen. Er wordt van alles ingesteld. En de wijzigingen aan de server zijn zeer ingrijpend. Eventjes geduld dus. Uiteindelijk verschijnt je inlogscherm weer en kun je inloggen als administrator. Met de toevoeging dat je nu een Domain Administrator bent. Je kunt dat zien aan de toevoeging Polyforma en de backslash voor administrator. We hebben nu een Domain Server.